Het was even flink schrikken begin deze maand toen Henk Schiefmacher met hartproblemen werd opgenomen in het ziekenhuis. Inmiddels is de tattoo-koning weer thuis en onze Marieke ging bij hem op ziekenbezoek. Henk Schiefmacher mag de pensioengerechtigde leeftijd dan wel hebben bereikt. Van ophouden wil hij niet weten. Totdat zijn hart begint te protesteren. Net als hij midden in zijn theatertournee zit. Ik had een ontzettende tekort aan lucht. En toen dacht ik van ja, oké. Dat is misschien ook plankenkoorts, want ik ben niet gewoon om op het podium te gaan. Toen was ik bij de cardioloog en die cardioloog zei van weet je wat, blijf jij maar even hier. Dat hart dat loopt niet helemaal op het juiste ritme, waardoor er niet genoeg zuurstof rondgepompt wordt en waardoor je vocht gaat vasthouden. Louise wijkt geen moment van zijn zijde, al komt de ziekenhuisopname voor haar niet per se als een verrassing. Het zat er al heel erg aan te komen. Waarom hebben jullie het toen niet aangepakt? Omdat ik achtergrondmuziek ben. Henk, je moet lopen. Henk, je moet bewegen. Henk, laten we gaan zwemmen. Laten we gaan fietsen. Mag ik even? Ja, nee, ik mag ook. Want heb je niet even gedacht van, nou, daar gaat hij? Nou, ik dacht al een hele tijd voordat we die tour gingen doen. Ik denk van, het gaat niet goed, het gaat niet goed, het gaat niet goed. En ik werd eigenlijk alleen maar bozer. Ik moest hem helemaal stutten totdat hij het podium opkomt. Ik wilde ook per se steeds een show zien. Omdat dat het moment was dat ik mijn eigen keel weer terugzag. Inmiddels is de tattoo-koning 16 kilo kwijt. En stiekem weet de Amsterdammer natuurlijk best wel dat hij niet ongestraft wegkomt met zijn bourgondische levensstijl. Ze hebben me nu op een soort van iets van zoutarm gedaan. Nou, dat is wel arm hoor. Ik kook altijd heel gezond en heel weinig zout. Dus dat was sowieso niet de issue. Dus als ik dat maar had, als hij in de shop werkt en hij is met de jongens. En die halen kroketten en die halen Chinees. Turkse gaan naar de pizza. Weet je, dus dan wordt het gewoon lastig. Ik wil meteen een soort... Een home trainer uit het jaar 0 gescoord. Zit je erop? Ja. Ja, ik heb er al een keer op gezeten. Ja, Marieke, je moet Henk maar op zijn blauwe ogen geloven dat hij op de home trainer zit. Al komt hij daar bij de cardioloog niet zo gemakkelijk mee weg. Ik ga morgen eventjes op controle. Ik ben 66, ik verwacht eigenlijk nog wel dat ik nog wel een jaartje of 14, 15 erbij heb. Minimaal, zou wel leuk maar zijn. Maar mocht het anders zijn, dan ben ik een zeer tevreden mens. Ja, jij ging bij hem op ziekenbezoek. Hij is 16 kilo afgevallen. Maar het is een slagerzoon ook. Ja, dit is natuurlijk de hel. Ja, heel veel voor hem. Vocht. Hij hield superveel vocht vast, zei hij. Ook omdat hij natuurlijk wel van een drankje houdt. Maar gewoon ook doordat het met zijn hart verkeerd ging, blies hij helemaal zo op. Dus 16 kilo kwijt. En dat gezonde, ja, hij beweert tegenover mij alsof hij dat nu heel erg doet. En inderdaad, Louise, sowieso is het een mooi stel. Want ze vullen elkaar, de heet het aan. Praten door elkaar heen. Vallen elkaar dan weer totaal in de reden. Dat was een hele interessante middag voor mij. In een interessant huis vol spullen. Klopt. Ja, hij zegt gewoon dat hij het nu heel gezond doet. Gisteren, omdat de show zo goed ging, zei hij, heeft hij in de break van zijn theatershow een wodkaatje gedaan. Ja. En ze pakken veel hotelletjes. Dus omdat ze. Hij heeft dus de theatershow Schiefmacher verteld. En die gewoon heel veel vertelt over wat hij allemaal heeft meegemaakt in zijn leven. Dan pakken ze een hotelletje in plaats van dat ze nog terugrijden. Zodat het allemaal iets rustiger gaat voor hem. Maar kwam hij vitaal over op jou? Ik vond van wel. En Louise zei dat ook. Ik heb toch wel weer een beetje mijn eigen vent terug die aanpakt. Heb je ook een tato laten zetten? Nee, dat was wel top geweest. Ik heb wel nog aan hem gevraagd of hij er nog een gaat laten zetten om dit proces een beetje heeft hij nog weer plek? Te nog voorhoofd? Ja, nee, hij heeft hier nog een plek. Ja. En, dus het had nog wel gekund. Maar hij zei, nee joh, dat moet ik helemaal niet aan beginnen. Als ik elke gebeurtenis op mijn lichaam laat zetten en je bent ook niet zomaar dood. Dus dat, over een markante baarddrager gesproken. Ja. Zeker, zeker. Toch, dit past wel bij hem. Ja, zou een klein stukje grooming zou op zich... Met de juiste middelen en een shampootje, conditioner en een olietje. Henk kijkt trouwens heel vaak Boulevard. Hij zit dus echt op die home trainer, zegt hij. Doet hij dan 's ochtends, gaat hij een beetje alle nieuwszenders af. Ja. Nou, dan kijk ik ook nog even Boulevard. En dan zit hij dus op die home trainer. Mooi. Top. Hij is dus nu alweer verder met zijn theatertour. Ja, en er is interesse vanuit Amerika getoond voor zijn tour. Ja. Dus hij heeft hem ook zo geschreven, zei hij, dat hij hem ook in het Engels kan. Ja, wel Amsterdams Engels. Ja. Laten we niet uitvlakken. Dit is echt de tattoo-koning van de wereld. Dus ik denk echt dat hij daar wel lekker gaat toeren. Ja, in Amerika zouden ze hem dus wel willen hebben. Wat natuurlijk wel te gek is. En volgens mij, als hij zich aan die levensstijl houdt die hij nu heeft... Laten we hopen dat het goed gaat. Dan zou hij nog wel eens de oversteek kunnen maken. Go Henky Panky. Ja.